We zouden graag toch onze prominente willen voorstellen. Er zijn toch veel mensen die zeggen van die ken ik, maar die ken ik niet. Dus dat gaan we vandaag oplossen. In de eerste plaats zou ik ons jubileumprinsenpaar willen voorstellen. Prinsenpaar 2020, Prins Pierre en Jenny. In het verleden prinsenpaar geweest en dat was in 2005. Dus ze zijn niet aan een proefstukstoel. Dan hebben we onze keizer George. Hij is prins geweest in 1997, 98 en 99. Hij is keizer vanaf het jaar 2000. Dus dat is ook al een heel beetje. We hebben onze keizerin Martina. Zij is prinsenpaar samen met haar man geweest in 2007, 2008, in 2012 en zij is keizerin vanaf het jaar 2018. We gaan verder met onze penningmeester Yvette. Voorzitter Jean-Paul. Ja. Hij is samen met zijn vrouw in 2007 en in 2008 en in 2012 prins geweest, maar hij heeft er nog een extra jaartje bij gedaan in 2013. Hij is ondervoorzitter van de vereniging, maar dat had ik al wel gezegd. Dan hebben we Kessia. Zij is jeugdprinses geweest in 2004 en in 2015 prinses. Ja. Dan hebben we ons prinsenpaar van 2003, Danny en Ria. Zo. Ons prinsen, ex-prinsen, die zijn nu aan de beurt geweest. Nu komen we aan de andere mensen en dat is Romain. Wim? Wim? Kevin? Liesbeth? Tommy? Ik ben naar Arlette, maar dat weten ze allemaal wel. Wij zijn in 2002 samen prinsenpaar geweest, samen met onze voorzitter. Onze voorzitter gaat nu nog toch een woordje placeren voor hulle. Alsjeblieft, voorzitter. En de fan houdt zich klaar. Oké, dank u wel. Goedenavond, beste vrienden. Sorry, ik zit een beetje zonder klank of zonder stem, maar ik ga mijn best doen. Ik wil jullie allemaal bedanken, omdat jullie nu talrijk aanwezig zijn op onze 3x11 viering. Het maakt mij gelukkig, het maakt de vereniging gelukkig. Ik hoop dat we die vriendschap in de toekomst nog verder kunnen uitbouwen. Want tegenwoordig in carnaval, zoals u weet, het is soms wel eens een keer een beetje miserie, het een of het ander. Laat ons daar ook een keer allemaal samen aan werken, van allemaal terug een beetje op één lijn te staan. Ik vind dat zo belangrijk. Denk aan de pluimen, respect en de rest weet je wel. Dus bij deze zou ik toch eens graag nog een oproep doen aan ieder carnavalvereniging van toch een beetje samen te werken. Bij deze groet ik u nog allemaal van harte. Arlette gaat zelfs hier nog het woord verder overnemen. En voor de rest zou ik zeggen, drink nog een goeie op ons. En voor de rest, amuseer je nog. Dank.
Ludo, Rudy en Jaake. Ik had niet meer verwacht dat we zeker hier zouden op tijd zijn. Ja. Ik zou graag het woord aan hen geven, Ludo. Ja. Dank u, Arlet. Namens FEN Vlaanderen zijn we natuurlijk hier heel blij aanwezig te mogen zijn op jullie 3x11 jaar, jullie jubileum. Want jullie zijn een prachtgroep. Als we jullie tegenkomen, jullie zijn mensen die altijd in orde zijn. André, je zei het daar juist nog. Groepen, carnavalgroepen, ze moeten in orde zijn. Wij, jullie zijn een voorbeeld van zo'n groep die altijd in orde is. Dat is een plezier om jullie tegen te komen. En ik mag zeggen, 3x11 jaar is niet evident. Als we kijken in onze ledenlijst, zijn er niet zoveel die 3x11 jaar zijn. Over het algemeen zijn ze al veel vroeger gestopt. Of is er al hier en daar een beetje ruzie gevallen. En dan spitst dat. En op het einde, dan valt alles uiteen. Daarom ook een dikke proficiat, 3x11 jaar. En ik hoop dat jullie nog heel veel jaren zullen bijdoen. Met deze prachtige ploeg kan dat niet anders dan lukken. Maar niet alleen voor jullie 3x11 jaar zijn wij hier. Wij zijn ook fier dat wij u al 22 jaar mogen tellen onder onze leden van FEN Vlaanderen. 2x11 dat jullie vertrouwen hebben in de grootste federatie van Vlaanderen. En daarvoor willen wij u danken en daarvoor willen wij u ook speciaal ons jubileumspeltje geven. Voor jullie 33 jaar zal onze voorzitter jullie een jubileumplakket overhandigen. Ik onderstel dat dat aan de voorzitter mag zijn. Ik zou iedereen nog een hele fijne avond willen wensen. Een fantastisch carnavalseizoen. We zullen elkaar zeker de volgende weken regelmatig tegenkomen. En ik wil besluiten met een 3x alaaf. Alaaf voor carnaval Wezenmaal. Alaaf, alaaf, alaaf. En dan zou ik graag nu dat wij de spelletjes kunnen overhandigen aan de leden. Mark is iemand die eigenlijk een
zoals jullie veel weten in de verenigingen, medailles ontwikkeld, medailles tekent en ervoor zorgt eigenlijk dat we altijd mooi zijn aangekleed. We gaan dit jaar ook per vereniging 1 medaille geven en dat is een ontwerp van Mark. Bedankt Mark voor je inzet. Iedereen nog hartelijk bedankt om te komen en amusement tochten.